wij nieuwe oplekkers moesten aanschaffen. En we hadden al 1300 maxima's waar wij zeer tevreden over waren. Waren die niet meer te krijgen. Waardoor alleen nog maar de 1350 Vector. En de keuze was toen voor ons heel vlug gemaakt, daar wij zeer tevreden waren in het verleden. Het groot voordeel is, hij is geluidsarm. Waardoor wij bij klanten kunnen komen waar we aan de geluidsnormen moeten voldoen. Daarbij is het brandstofverbruik ook stukken minder. Vooral zomers. De koelmotor die is iets sterker dan de andere. Die heeft een grotere luchtverplaatsing. Waardoor we sneller kunnen terugkoelen in temperatuur. Waardoor de koelmotor ook eerder uitslaat. En zolang de motor niet loopt, hebben we ook geen brandstofverbruik. En dat brengt het brandstofverbruik ook dermate omlaag. Nou, het verschil met het nieuwe bedieningspaneel ten opzichte van de oude is dat het heel gemakkelijk te bedienen is. En het omschakelen van de dieselmotor naar de stroom gaat heel eenvoudig door middel van een stekker insteken en dan gaat hij automatisch over. Waardoor we ook niet meer vergeten om hem eventueel om te zetten op stroom. En het grote voordeel is dat de datacode, dus de temperatuurregistratie, blijft constant doorlopen, waardoor geen onderbreking is. En er zijn klanten die willen een constante temperatuurregistratie hebben. Het geluidsniveau is optimaal van deze. Ik krijg er ook hele positieve reacties op van de chauffeurs. Ook als zij 's nachts moeten slapen in de auto, dat ze de koelmotoren bijna niet meer horen lopen, wat hun rust ook ten goede komt. Het meest opvallende elementen zijn dus toch dat we sneller kunnen terugkoelen. Het geluidsniveau is heel belangrijk en het brandstofverbruik is heel belangrijk, waardoor we de kosten zo laag mogelijk kunnen houden. Dat is heel handig.